De organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS, heeft morgen een onderhoud met de regering om de knelpunten rond het uitbetalen van de 40% verhoging van de tarieven te bespreken. Dit zegt Kenneth Themen, voorzitter van de OBS. Themen was enige tijd uitlandig en in zijn afwezigheid zijn vrijwel elke dag acties gevoerd omdat de regering het geld van december niet had betaald en ook andere zaken niet had doorgevoerd. Nadat de regering had toegezegd dat de uitbetaling van december zou plaatsvinden, werd de actie opgeschort. De twee partijen gaan morgen om de tafel zitten om te komen tot een oplossing van dit probleem.